put a spell on you. Wie is er hier met de auto? Huh? Hey. En niet. Nee. Nee, nee, dat kan niet van hier zijn, dus sleep maar weg. Goedenavond. We zijn hier namens buurtcomité Amerikaan bezig met een klein onderzoekje in verband met het effectueren van een onlangs bij een recent referendum genomen besluit. In verband met het autoluw maken van dit deelgebied. Wou even weten, wie is er hier met de auto? Autoluw is het tegenovergestelde van fietstocht. Als ik me om uw mail te stemmen even een flauwiteit mag permitteren. Gaan even een paar autoradio's scoren. Kan er vooruit inslaan, je kan ook even de sleutels geven. Wie is er hier met de auto? Ah. 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 Er liggen daar een paar huilende Vietnamezen die wel even naar Tsjechoslowakije gebracht worden. Wie is er hier met de auto? We gaan er een beetje een leuke avond van maken, dames en heren. Ik heb een paar van die kralen zittingjes hangen. Er zijn vast mensen die nog helemaal terug moeten naar Osdorp vanavond. En die willen toch lekker fris thuiskomen. Nou, dan kan je dat mooi op de bestuurderszitplaats leggen. Ik heb twee van die dingetjes hangen. Die gaan we even verloten. Wie is er hier met de auto? Goedenavond, dames en heren. En welkom in dit kutzaaltje in Amsterdam. Ik ga vanavond voor u brengen een programma getiteld Losse Nummers. En de titel zegt het al, de nummers zijn los. Dus er is geen onderling verband tussen de nummers. Dus ga niet zitten zoeken naar een rode draad. Of denken van, oh ja, dat heeft te maken met dat. Niks heeft te maken met niks. Normaal gesproken heb ik door zo'n programma ook een grap heen geweven. Weet je wel, die dan steeds weer terugkomt. Dat je denkt, oh ja, die grap die heb ik net achter elkaar afgewerkt. Dus daar zijn we ook vanaf. Het programma bestaat uit 14 nummers. Er is altijd gezeur. De een vindt de pauze te lang, de ander vindt de pauze te kort. Daarom zal ik vanavond alle 14 nummers voor de pauze afwerken. Nu zullen er ongetwijfeld onder u zijn mensen die niet in staat zijn zo'n 3, 4,5 uur hun waterhuishouding zodanig te reguleren dat het niet hun poriën uitstroomt. Voor die mensen en voor degenen die moeten drinken, spuiten of roken. Of die misschien onderweg hier naartoe een vitrine gezien hebben waarvan ze denken, nou, die kan ik leuk wel eens in mijn eentje stuk slaan en beroof. Voor die mensen bestaat de gelegenheid om tussen de nummers door ongemerkt weg te sluipen. Slaagt u er echter niet in ongemerkt weg te sluipen, dan wordt u hier op het podium te grazen genomen, waarbij de dames kunnen rekenen op lichte ongewenste intimiteiten, waarvoor de attributen alvast gereed hangen. Nou, ik ben, dames en heren, ik ben nog altijd bezig om, hoewel ik een on-Nederlands niveau bereikt heb, ben ik nog altijd bezig om mezelf te verbeteren. En daartoe heb ik hier een spiegel neergelegd. En elke keer als ik nou een leuke grimas trek, waarvan u denkt, leuke grimas, dan kijk ik gauw in de spiegel. En is het een nieuwe grimas, dan maak ik hier op dit, in dit boekje aantekening, nieuwe grimas. En dan ga ik dat vannacht thuis uitwerken. Zodat de mensen morgenavond een nog beter programma te zien krijgen dan u. Laten we maar beginnen. Altijd, dames en heren, u ziet, ik ben begonnen. Altijd, ja, dat is acteren, een beetje achteruit je keel beginnen. Altijd heb ik geleerd hier van de overkant, hè, van de Schouwburg. Dat speelt het Amsterdamse toneel. En die leren je acteren. Het laatste stunt van het Amsterdamse toneel was dat ze het dagboek van Anne Frank in de gasfabriek wilden uitvoeren. Ja, nee, ik verzin niks. Dat is echt waar. En dat is ook bij de minister van Cultuur op tafel gelegd. Prompt krijgen ze een miljoen subsidie minder. Ja, zo moet je die mensen aanpakken. Altijd als ik aan een nieuw programma begin, dan droom ik van eerste zinnen. Ik lig 's nachts in mijn bed en er wordt op de spiegel geklopt. En ik roep, wie is daar? Ik ben altijd een leuke eerste zin. Wie ben jij dan? Dat zeg ik pas als ik binnen ben.
En opeens herken ik het verwrongen stemgeluid. Dus, goedenavond dames en heren en welkom in dit kutzaaltje in Amsterdam. Nou, die platte zin komt er bij mij niet meer in. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat is iets te verheven. Die komt er bij mij ook niet meer in. Ik weet nog heel goed, mijn vader was dominee. Dat is iemand die heeft theologie gestudeerd en die doet sociaal-maatschappelijk werk. Een combinatie die om moeilijkheden smeekt, kan je wel zeggen. 83% van de huidige generatie predikanten verkeert in geloofsnood, waarvan 68% rookt. Ik geef het maar even door. Ik ben dol op statistieken. 40% van de statistieken klopt, waarvan 18% op de verkeerde deur. Een jeugdig statisticus moest voor zijn examen onderzoek doen naar zelfdoding onder examenkandidaten. Om de cijfers tenslotte kloppen te krijgen, heeft hij zelfmoord moeten plegen. Is dat toeval? 20% van alle gevallen van toeval blijken werkelijk toeval, waarvan 8 promiel per ongeluk. Huisvrouwen, een categorie die statistisch gezien uitsterft, komen elkaar in winkelcentra waar eens tegen en zeggen dan: Gunst, dat is toevallig dat ik jou hier... Maar hadden ze elkaar anders moeten tegenkomen? Nee, weet je wat toevallig is? Je loopt een beetje in Los Angeles, je bent wat verloren en je bent vergeten sigaretten te kopen en je weet maar niet hoe je dan een pakje op de kop kan tikken en opeens slaat er iemand voor je neus een ruit in en je kan zo een pakje uit de etalage pakken. Dat is toeval. En weet je wat nou nog toevalliger is? Ik maak die grap al maanden en opeens vinden ze erin Los Angeles op het ding. Nou. Ik sta een beetje te jokken. Weet je wat ik tot voor die rellen zei? Nou, weet je wat toeval is? Je hebt de daad kunnen uitstellen en je had er niet zoveel trek in. En ook onaneren trok niet zo. En tenslotte neem je dan toch de stap. Je stapt bij iemand in bed, je komt klaar en er vindt een aardbeving plaats. Dat is toeval. En daarvoor had ik... weet je wat toeval is? Je bent naar de winkel geweest, je bent koffie vergeten, je gaat weer terug en je komt thuis en er ligt een F-16 in je open haard te roken. Weet je wel van die in Hengelo met die F-16. En daarvoor was het, je rijdt in Schotland in je auto en omdat een of andere fundamentele islamiet vergeten heeft een tijdmechaniekje zorgvuldig af te stellen, vliegt er opeens een deel van een propeller dwars door je dak in je nek en je bent op slag dood. Dat is toeval. Dat was met die Lockerbie-zaak nog. Nou, mensen vergeten snel. Wat mij betreft mag er elke dag wel een ramp gebeuren, of? Ik zit in de kerk, dat is zo'n overbodig gebouw met zo'n toren ernaast. Er wordt wel eens een tweedehands boekenmarkt gehouden. Je kan er nog wel eens een leuk bijbeltje op de kop tikken. Of er wordt een bijeenkomst gehouden om het gebouw in zijn huidige staat te conserveren. Zodat er geen HEMA in komt, zoals bij ons, twee dorpen verderop. En mijn vader, de dominee, staat op de kansel en zegt: In den beginne schiep God de HEMA en de aarde. En meneer De Bruin springt overeind en zegt: Ja, dominee, is daar het gelazen niet begonnen? Had God het niet bij de hemel kunnen laten, waren we dan niet van een hoop geduvel u in kluis afgeweest? En s'avonds aan de broodmaaltijd juken mijn kleine jongenshanden om deze ketter persoonlijk naar de brandstapel te slepen. Maar ach, zegt mijn vader mild: Jongen, zo is Calvijn ook begonnen. Kijk, omdat in wezen iedere gedachte reactionair is, is denken bij voorbaat conservatief. U hoeft niet alles te begrijpen, hoor, dames en heren. Nee, ik zie opeens allerlei mensen denken: Oh, daar gaat mijn avond. Nee. Ontspan. Desnoods amuseert u zich alleen maar, hè? Kan ik gelijk een tandje lager. Nou, eens even kijken. Wat heb ik nog meer voor u in petto? En, oh, dat is stom. Ik heb sinds kort een leesbril en ik maak steeds dezelfde fout door mijn gewone bril iets te vroeg af te zetten, waardoor ik opeens allebei mijn brillen niet meer kan vinden. Mijn probleem is namelijk dat ik verzien ben. Kijk, zodra ik hier ga staan, zie ik die brillen allemaal prima liggen. Dat is geen enkel probleem. Maar zodra ik dichterbij kom, dan gaat dat glinsteren en glitteren. Nou ja, ze zeggen dat ik verzien ben, maar het kan ook best zijn dat ik kortarmig ben. Dat zou ook best kunnen. Maar ja, daar kan de opticien dan weer niks aan doen. Wat hebben we hier? Ah ja. Ja. Als je de dingen zo ziet, kijk je er heel anders tegenaan. Dat is de bril van mijn vrouw. Ja. Er wordt me opeens een hoop duidelijk, moet ik u eerlijk zeggen. Ja. Zo is het geen kunst om van mij te houden.
Als je iemands geldingsdrang negeert, wordt hij desperaat. Is geen eerste zin, maar een zin die me ter plekke de binnen schiet. Staat hier. Wanneer ben ik de controle over dit alles verloren? Om ooit nog eens te kunnen verschijnen in een totale metamorfose. Niet één die onmiddellijk afschrikt, maar ook niet één die vanzelfsprekend behaagt. Eén die dwingt tot kiezen, ofwel onmiddellijk de zaal verlaten of wachten tot een onzeker einde, waarbij de vraag: zal ik waardig sterven? Een absolute prioriteit in het denken opeist. Zoals bij de stokvechter die zijn wapens slijpt in de wetenschap dat een mens geen groter tegenstander kent dan zichzelf. En die dus zijn wapens slijpt niet wetend of hij zich daarmee zal aanvallen of zal moeten verdedigen tegen zichzelf. En die dus zijn wapens slijpt niet wetend of het gaat om de scherpte van de punt of het gewicht van het slijpsel. Enfin, ik lig in mijn bed, ik droom. Ik schijn gezegd te hebben dat ik nooit meer op wil treden. Allereerste zinnen in mijn lichaam komen in opstand. Ze binden me vast en sliepen me naar een kutzaaltje in Amsterdam en dwingen me te zeggen: wie is er hier met de auto? Dat droom ik. Of ben ik wakker? I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try. Ik sta op de tram. Ik ga altijd met het openbaar vervoer naar mijn auto. Vroeger zat ik nog wel eens, maar de laatste tijd komen er te veel gezonde Hollandse jongens de tram binnen. En die bied ik onmiddellijk mijn zitplaats aan. Voor je het weet heb je een mes tussen je ribben. Wat één voordeel heeft, is dat er niet meer om je plaatsbewijs gezeurd wordt door een controleur. Want sommige mensen die geen geldig plaatsbewijs bij zich hebben, er weer toe verleidt zodra de controleurs de tram binnenstappen, gauw een mes tussen hun eigen ribben te steken. Soms zijn ze iets te laat en steken het tussen de ribben van de controleur. Ach, psychologisch is alles verklaarbaar. Of ik sta daar in de tram, er is een controleur neergestoken, er zijn een paar bejaarden beroofd, er zijn een paar homoseksuelen in elkaar geslagen, een paar illegalen de tram uitgelazerd. Routineritje zou je kunnen zeggen. En plotseling komt er een vrouw bij. Nou, dan laat ik niet al te expliciet zijn in mijn uitlatingen. Voor je het weet heb je een proces aan je broek hangen tegenwoordig. Plotseling komt er iemand in mijn buurt staan die over duidelijk andere geslachtskenmerken beschikt dan ik mijn hele leven over vermoeden heb te kunnen beschikken. Ik stel mij zo neutraal mogelijk op, zonder haar het gevoel te geven dat ik mij zo neutraal mogelijk opstel. Anders krijg je onmiddellijk vragen in de trant van: waarom staat u zich eigenlijk zo neutraal mogelijk op te stellen? En probeer daar maar eens antwoord op te geven en neutraal te blijven. Vroeger was de omgang met een vrouw geen enkel probleem. Je maakt een praatje. Mooi weer vandaag. Maar tegenwoordig denken ze onmiddellijk: oh, die wil buiten neuken. Er is eigenlijk geen haar op mijn hoofd die die optie ook maar enigszins overweegt. Vroeger vroeg je: hoe laat is het? Oh, die wil een vluggetje. Die wil een vluggetje. Dan. Al zou ik het kunnen, ik zou het nog niet willen. Ik ga er zo ontspannen mogelijk bij staan, maar ik ben als de dood dat mijn linkerbroekspijp tegen haar boodschappentas zal aanketsen. Sorry, tegen haar attaché-koffertje. Dat had ik zo gauw niet kunnen zien, maar ik had het kunnen weten.
Er is geen gewone vrouw meer die met een boodschappentas rondloopt. Ze hebben allemaal een attaché-koffertje. Ze gaan zelfs winkelen bij Dirk van der Broek met hun attaché-koffertjes. Ze kopen alleen nog maar platte producten. Enfin, ik sta naar behoren zo ontspannen mogelijk bij. En opeens voel ik haar rechterdij tegen mijn linkerheup. Via een oude haptonomische methode probeer ik dat deel van mijn lichaam volkomen van de rest te isoleren. Ik ben in verloop van tijd totaal gevoelloos in dat deel. Als een chirurg mij hier ter plekke het been zou amputeren, ik zou het niet eens in de gaten hebben. Nou ja, bij het uitstappen misschien, maar voor de rest zou ik het niet. Opeens voel ik haar linker tepel tussen mijn 8e en 10e rib. De 9e ontbreekt, daar is zij immers van gemaakt. Het woord tampon begint zich bij mij op te dringen. In dat woord ligt mijn hele onvolkomenheid ten aanzien van de vrouw besloten. Ik heb wel eens gelezen in de krant dat je met een tampon in prima kunt skiën. Ik dacht, wie niet waagt, die niet wint. Ik heb bijna mijn nek gebroken, zeg. Ik breef me met dat touwtje achter mijn binding haken. Ik probeer zo stil en zo ontspannen mogelijk te staan, maar de tram rijdt door de Leidse straat en moet voortdurend voor fietsers uitwijken. En plotseling voel ik haar linkerhand vol in mijn klokkenspel. Ik heb het niet meer. Dat wil zeggen, ik heb het nog wel, maar hoe lang nog? En opeens dringt tot mij door dat niet ik met haar, maar dat zij met... Er is werkelijk geen haar op mijn hoofd. Nou, één. En feilloos weet ze hem tussen die miljoenen anderen uit te trekken. Ze doet hem in haar attaché-koffertje. En 3 dagen later krijg ik een aangetekend schrijven van haar advocaat. Mijn grootvader was een walvisvaarder. Die heeft zijn hele leven op een walvis gevaren. Fout geweest, zouden wij denken, vanuit ons huidige door Greenpeace geïndoctrineerde denken. Moet de walvisvangst worden afgeschaft? Laat mij u eens het volgende verhaal eens vertellen wat ik ooit van mijn grootvader heb gehoord. Eind jaren 20. Besloot een Amerikaans zakenman te breken met zijn manier van leven. Hij had zoveel leugens verteld en misschien nog wel meer onwaarheden moeten aanhoren, dat hij zich voornam voorgoed te zwijgen. En ook de stem van een ander wenste hij niet meer te verdragen. Zelfs die van zijn vrouw, een begenadigd sopraan, kon hij niet meer dulden. De man had zijn fortuin gemaakt met het produceren van schepijs, consumptieijs, en hij had in zijn leven nog één grote wens: de Zuidpool zien. Misschien had hij wel zoveel fabrieksijs geproduceerd dat hij wel zin had om eens een grote hoeveelheid natuurijs te aanschouwen. Hij verkocht zijn bezittingen en van de opbrengst kocht hij een tweedehands, 2-persoons, 2-motoren vliegtuigje. En na maanden van intensieve sollicitatiegesprekken stuitte hij op de vliegenier die hij zocht. Eén die kon zwijgen als het graf. Hij wist, dit is mijn man, toen de piloot zweeg op de vraag, kunt u vliegen? Maar de man kon vliegen. En ze waren op weg richting Zuidpool. En al spoedig kreeg de zakenman een eerste aanvechting om zijn gedane belofte te verbreken. Want onder zich hadden ze de kust van Chili. En ik weet niet of u wel eens over de kust van Chili gevlogen bent, maar dat schijnt iets te zijn dat je het wel wil uitroepen, de kust van Chili. En hij beet op zijn lippen en keek benauwd naar de piloot,
die hem terugkeek met een zelfverzekerde blik van iemand die de kust van Chili al wel honderden malen had gezien en hem, zeg maar, meer geografisch, meer als oriëntatie dan emotioneel zag. En juist wilde de zakenman wegzakken in een gelukzalig hazenslaapje toen hij werd opgeschrikt door een lichte verandering in het sonore motorgeronk. Hij keek uit het venster en hij zag dat de rechter vliegtuigmotor in de brand stond. Nu weet ik niet, dames en heren, of u zich wel eens heeft voorgenomen voor goed te zwijgen en u zit in een vliegtuig waarvan de helft der motoren in de brand staat, of u dan uw mond kunt houden. Ik niet. Ik wil weten of het kwaad kan. En zo ja, wat mijn overlevingskansen zijn. Ik wil weten hoeveel vrouwen en kinderen er aan boord zijn die mijn overlevingskansen nog weer eens een keer beknotten. Dat is eigenlijk een van de allerstomste regelingen in de wereld om in panieksituaties vrouwen en kinderen eerst te laten gaan. Ik bedoel, wie staan er, wie zorgen er nou voor dat er een panieksituatie ontstaat? Vrouwen en kinderen natuurlijk. Dus laten die nou eerst even aan de kant, eerst rustig die mannen naar buiten. En dan, ja, kom erop. Maar het is altijd een gedrang in die gangbanen. Nee, eerst even de handschoentjes aan. Ja, even, nee, nee, even. En even een scheiding in je haar. En dan gaan we zo met de glijbaan het vliegtuig uit. Ja, even je mutsje vast. Nee, die ben ik ook zo. En mama nog even de neus poeien. Met al 100 keer dood voordat je leven eruit kunt. Maar goed, de zakenman ontspant en hij kijkt naar het raam. En als ze door een wolk gevlogen zijn en het zicht weer helder is, ziet hij dat het vuur in de motor gedoofd is en dat het toestel in staat blijkt om op 1 motor in de lucht te blijven. En weldra krijgt de zakenman een tweede aanvecht. Want in de verte ziet hij de Zuidpool en hij kan het wel uitschreeuwen. IJs! De kreet die hem ooit zo rijk gemaakt heeft. IJs! En juist wil hij zijn stem verheffen als een deel van de linker vleugel afbreekt. Nu weet ik niet, dames en heren, of u zich wel eens heeft voorgenomen voor goed te zwijgen en een deel van de linker vleugel breekt af, of u dan uw mond kunt houden. André van der Lauw, niet. Maar de piloot weet het toestel behendig aan de grond te zetten. Men richt een professorisch onderkomen in en legt zich te rust. De piloot valt onmiddellijk in slaap, maar de zakenman kan hem niet vatten. Hij heeft het koud. En hij vraagt zich af waar men brandstof vandaan moet halen om de volgende dag een vuur te stoken. En hij legt zijn voeten in bed bij de piloot. Ik weet niet of u zich wel eens heeft voorgenomen voor goed te zwijgen en je ligt naast iemand in bed die ondanks de fysieke onmogelijkheid blijft proberen haar voeten die aanvoelen als ijsklompen in jouw warme hol te proppen of u dan in mond kan. Ik niet. Maar de zakenman valt hoe dan ook in slaap en hij wordt de volgende morgen gewekt door het geurige aroma van koffie op kampvuur. En dankbaar slaat hij zijn verkleumde knuisten om de warme kroes. En kijkt de piloot aan en verbaast zich over het feit dat hij juist deze man gekozen heeft voor zijn missie die zo geschikt blijkt. En even overvalt hem dat gevoel van geluk dat hij niet meer gekend heeft sinds de dagen dat hij met zijn ijskokar door de binnenstraat van San Francisco slenterde. Maar enkele dagen slaat de twijfel opnieuw toe, want het wil maar niet zomeren en bovendien ergert die zakenman zich kapot aan die piloot die maar de hele dag zit te patiënten zonder uit te komen. Ik weet niet of u wel eens achter iemand heeft gestaan die niet kan patiënten. Dat is werkelijk om helemaal gek te. Nee, die zwarte vrouw kan op die rode heer en heb je daar een vrije plaats, dan kan je daar die zwarte heer leggen. Dan leg je die aas daar en twee erbij uit. En juist wil de zakenman zich in blinde woede op het kaartspel storten als hij in de verte het geronk van een 1-motorig vliegtuigje hoort. Hij trekt zijn colbertje uit en begint als een gek met zijn jasje in het luchtruim te wentelwieken en spoort de piloot aan hetzelfde te doen om de aandacht van zijn collega te trekken. De piloot echter kaart onverstoorbaar verder. Zakenman wordt woedend en begint nog wilder te gebaren en begint hem nog heftiger aan te sporen. Ik weet niet of u wel eens lekker heeft zitten patiënten en er staat de hele tijd iemand in je nek die staat de hele tijd proberen om je uit je concentratie te halen. Of u dan uit kan komen. De piloot niet. Het vliegtuigje vliegt over. En de zakenman is zo razend dat hij uit zijn vel springt. Nou, dat kan je op de Zuidpool maar beter laten. Hij had zijn jasje al uit. Hij valt kou. Een longontsteking. En weldra is hij stervende. Nu weet ik niet, dames en heren, of u wel eens stervende geweest bent.
maar dat is bij uitstek de gemoedstoestand waarbij men behoefte heeft aan een praatje. Men wil weten, hoe heb ik het eraf gebracht? Men wil weten, is er een hiernamaals? En zo ja, hoe kan ik daaraan ontsnappen? Men wil weten, is er reïncarnatie? Of zoals onze zuiderburen zeggen, bestaat er een hier nogmaals? Kortom, de vragen werpen zich op. Maar de piloot zwijgt. Hij zegt zelfs niet eens tegen de zakenman dat deze hem heeft aangestoken, ondanks de hevige steken die hij gevoelt in zijn borst. Een paar dagen later is die piloot ook geveld. En hij ligt stervende naast de zakenman. Er is sprake van een dubbele longontsteking. Ach, denkt de zakenman, als stervende onder elkaar kunnen we best een praatje maken, want nu kan geen de andere meer de schuld geven. En hij haalt adem en hij stelt de vraag die hem al dagen kwelt. Waarom? He? Why? Het is een Amerikaan. He? Why? Zou krankzinnig zijn als hij op het eind van zijn leven opeens in Nederlands uitbarst, nietwaar? En de piloot haalt adem, maar zijn kaken bevriezen in de openstand. Hij pakt van het nachtkastje een bloknoot en schrijft met een potloodje het antwoord op het eerste velletje, scheurt het af en wil het aanreiken aan de zakenman, maar die ligt één hand te ver. En hij klapt uit bed en slaat dood op de grond neer. De zakenman die nog juist die hand wil grijpen, grijpt mis en slaat hem dood bovenop. Tot zover ging dat verhaal van mijn grootvader. En ik altijd me vragen, ja, maar opa, wat stond er dan op dat briefje? Dat weet ik niet, jongen, dat weet ik niet. En op zekere dag was opa ook dood. Jaren later, gistermorgen, zit ik bij de kapper en ik ben verdiept in het beste uit Reader's Digest van 23 maart 1982. Een vrij recent nummer van mijn kapper. Ik lees tot mijn verbazing dat dat briefje is beetgepakt door een sneeuwstorm en decennia lang over Antarctica heen en weer geblazen. Why, klonk het. Ten slotte heeft een Passat het briefje opgepikt en in het zeil van een windsurfer geduwd die juist probeerde als eerste zeiler op een plank de wereld te omzeilen. Hij wilde het briefje pakken, greep mis, gleed uit en sloeg voorover in de oceaan. Toen zich juist op dat moment een walvis uit de golven wreef en beide opslokte. Enkele dagen later vertrok uit de haven van Yokohama een walvisvader op zoek naar rijke buit, tranen en baleinen. En verschalkte de walvis, sneed hem over dwars open en uit zijn ingewanden kwam het ongehavende briefje tevoorschijn. En daarom, dames en heren, zou ik ervoor willen pleiten de walvisvangst voorlopig nog niet af te schaffen. Want wie weet welke geheimen rond Antarctica ons nog onthuld gaan worden. De slachters brachten het briefje naar de kapitein. Deze sommeerde de Amerikaanse kok en die las voor. Maybe this is all meant to try us out. De kapitein. Wat heeft dat te betekenen? De kok zei, it's an answer. Yes, zegt de kapitein, but what's the question? U als theaterbezoeker weet wel wat de vraag is, nietwaar? Kijk, dames en heren, omdat alles in het leven bedoeld is om ons mensen op de proef te stellen, maken mijn vrouw en ik wel eens een ritje met de auto. Wij gaan dan naar een plek waar we nog nooit eerder geweest zijn. Een mens is een hele leven op zoek naar een plaats om waardig te kunnen sterven. Wat heb je anders als Vietnamees in Nederland te zoeken? Wij maken dan een ritje en dan raken wij de weg wel eens kwijt. Ik zeg met opzet, wij, want mijn vrouw leest kaart. En als ze niet bezig is om het dashboardkastje even met de kruimeldief helemaal even uit te zuigen. Of cassettes terug te doen in de doosjes, de cd-disc terug in de hoesjes en even de landkaart even terugvouwen in de oorspronkelijke stand en de gebruiksaanwijzingen allemaal even op volgorde leggen en dan het deurtje dichtduwen. Of dat ze op de achterbank ligt met een kont naar het raam toe om de hoedenplank even te rangschikken, hè? Zodat de bolhoeden bij de bolhoeden liggen, de ooghoeden bij de matrozenmutsen bij de matrozenmutsen. En zodat andere automobilisten jaloers passeren en iets hebben van, nou, keurige hoedenplank, zeg, zag je dat? Keurige hoedenplank.
Ja, bij een ander kan het altijd wel, hè? Bij een ander kan het altijd wel. Of dat ze bezig is op de achterbank te zoeken naar een blonde haar, hè? Laatst had ze er weer een te pakken. Wat heb ik hier? Oh, ik zeg een blonde haar. En wat moet dat hier? Ze, nou, we rijden in jouw autootje. Ja, het duurde ook even voordat zij daar de gevolgen van doorzag. Maar toen ging razendsnel het raam open en de haar ging naar buiten. Mijn advocaat heeft het nog niet kunnen vinden. Enfin, wij rijden op die kostelijke vierbaanswegen die ons land rijk is. Ik dacht, het is jammer dat je maar één baan tegelijk kan rijden. Heerlijk. En dan gaan we, dan gaan we. En om een of andere reden sla ik opeens rechtsaf. Ik weet niet waarom. Nostalgisch impuls. Ik sla opeens rechtsaf en ben weg. Maar ik zeg niks. Ik hou mijn mond. Ik heb geen zin in ruzie. Ik denk, er komt zo wel een paddenstoel van aanwijzing. Ik maak een klein bochtje en dan zitten we zo weer daar weer. En intussen kijk ik uit mijn ooghoeken naar mijn vrouw. Wat voor mij heel moeilijk is, want dit oog ziet niks. En dit oog zit er tegen dat neusgotje aan te kijken. Als ik eens even lekker uit mijn ooghoeken naar mijn vrouw wil kijken, kan ik beter in Engeland gaan autorijden. Maar ik hoef haar niet eens te zien, want ik weet wel dat zodra wij rechtsaf sloegen, zij dacht... Fuck! Maar die zegt ook niks. Die houdt hem op, die heeft gezin in ruzie. Ach, hoe langer je getrouwd bent, hoe stiller het wordt. Een paar dagen geleden maakten we het tegenovergestelde mee. We zaten in een restaurant, wat was het? Ergens op de Veluwe, geloof ik. En die vrouw die zegt, oh, je wordt bedankt. We zijn 25 jaar getrouwd, zeg jij. We zijn inmiddels 28 jaar getrouwd, zeg ik. Maar goed. Jij zegt, ga je mee uit eten in een restaurant? Ik zeg, graag, ik bestel een stukje vis, want thuis mag ik geen vis, want jij kan niet tegen de lucht van vis. En dan ga je voor mijn neus en man. Je wordt bedankt. Nee, jij wordt bedankt, Hans. Wat nou? Sst. Ze zit hier in een restaurant. Kruis, helemaal als je het eten. Thuis haast mijn bek, hek. Hier doe ik een hoop open. Ik weet opeens niet waar het was. Het was in de echoput. Ik weet het opeens niet. 25 jaar getrouwd, oud. Ik bestel een bierstukkie, ukkie. Omdat jij dat na 25 jaar nog steeds niet kan klaarmaken, Aken. Wat kan jij na 25 jaar eigenlijk wel klaarmaken, Aken? Een half aantje. Maar een heel aantje. Omar. En dan ga je voor mijn neus een moot zand zitten prakken, Aken. Ober de Erwik. Ik. Vroeger had je... Oh, sorry. Ik krijg opeens de halve maaltijd terug, zeg goed. Wat was dat eigenlijk? Ik kan me niet herinneren dat ik iets zuurs gegeten heb. Paling in het groen, geloof ik. Zo'n hele gulp hangen we helemaal... Ik was blij dat ik het binnen kon houden. Nee, vroeger had je van die groene flessen Erwik. Kunt u zeggen dat hij de Erwik... Er zat zo'n geurige filtstift in en hoe verder je die eruit trok, hoe geuriger die werd. Niet te ver, want dan was hij eruit en dan werd hij droog. En dan deed hij niks meer. Kon je wel proberen zo, maar dan kreeg je echt geen lekkere poeier in de lucht of zo. En rijke mensen konden zich veroorloven om zo'n groene fles Erwik op de wc te zetten. Wij armoedzaaiers moesten een lucifertje afstrijken. Ik weet nog heel goed dat mijn moeder een keer bij rijke mensen naast de pot is terechtgekomen, bovenop die geurige filstift. Wat rook ze toen lekker, zeg. Weken hebben we gevochten wie je na haar op de wc mocht. Scheelde een doosje lucifers in de week, dat weet ik nog heel goed. Daarna kreeg je die goedkope spuitbussen, weet je wel, met borinagelucht. En later kreeg je dan Eitunnel en Europark en zo. Ik weet nog heel goed dat... Wij hadden toen die eerste goedkope spuitbus en mijn vader huurde dat ding, die zou mij even proberen. Huurde dat ding! Hij moest niet eens, maar huurde dat ding. En hij naar de wc en in een soort enthousiasme spuit hier één keer die hele spuitbus leeg. En vanuit een soort routine streek hij ook nog even een lucifertje. De wc er lag op een duivenplatje. En vader zat boven in de startbak met die wc-bril zo om zijn nek en die... closetrol in zijn ene hand en die Playboy in de andere hand. En die zegt tegen moeder, wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan? Daar heeft Lou Bendy later nog een liedje van gemaakt. Daar heeft hij het Songfestival in 1944 in Berlijn geloof ik nog mee gewonnen.
Tegenwoordig heb je van die groene dingen die hangen om de kraag van de wc. Van die groene dingen met zo'n gele tablet erin. Is makkelijk als je knoflook gegeten hebt, kan je in je boordje hangen zo. Wij rijden op die B-weg en ieder moment verwacht ik van mijn vrouw de pijnlijke vraag: waarom sloeg jij daar rechtsaf? Kijk, nog geen uur geleden zaten we lekker knus bij de open haard, zij met een breiwerkje en ik met een triplex plankje en een figuurzaag. En als we de hele tijd je kop zeuren, zullen we een eentje gaan rijden, waar zullen we eens even heen gaan, zullen we de auto even pakken. En nu is het van: waarom ben jij daar rechtsaf geslagen? Maar ze houdt hem om. Ze heeft namelijk een hekel aan ruzie. Het gaat nog niet eens zozeer om de ruzie. Het gaat erom wie de ruzie begint. Want wie namelijk de ruzie begint, die heeft de schuld. En wie de schuld heeft, die moet wachten op vergeving. En wie de vergeving kan schenken, die heeft de macht. Ach, dames en heren, God heeft dat allemaal zo slim uitgekiet. Van waaruit die B-weg, geplette egels, harde stront. Scheefgezakte populieren van de boeren die zich aan de takken hebben opgeknoopt. En ik ben als de dood dat we zullen wegzakken in de berm of in een of andere diepe plas. Ik geef een dot gas, we knallen een boerenschuur binnen. Midden in de geavanceerde melkapparatuur. Digitale meetinstrumenten op de motorkap en hydraulische tepelzuigers. Ja, die melkapparatuur heeft een vlucht genomen, dat hou je niet voor mogelijk. Ja, die is helemaal autonoom geworden. Ja, helemaal autonoom. Nee, die kan zichzelf beduipen. En ja, die kan zelf de koe, de uier en de tepel vinden. Daar hoeft geen boer meer aan te pas te komen. Er is zelfs kort geleden op het Amerikaanse platteland zo'n instrument ontsnapt. Ja, en hij heeft in de binnenstad van Detroit grote schade aangericht op het hoofdkantoor van een vrouwenbeweging. Nee, maar de boer die hoeft zijn bed niet meer uit. De boer die kan uitslapen. Er komt een generatie wakkere boeren. Ik ben benieuwd wat dat voor het CDA gaat betekenen. Of we zitten in die boerenschuur, die geeft nog maar een dotgas, we knallen een hooiberg in, we gaan dwars door de mestveld. De ruitenwissers knokken tegen de natte stront op de voorruit. Een dwerg met het syndroom van Hodgkin biedt ons een bloemenslinger te koop aan. En als de rook is opgetrokken, sluiten we langzamerhand aan in de file op weg naar de keukenhof. Wat zei u? Bloemkolen. Een hele bloem. Oh, de bloembollen, de bloem. Nou, ik was u aardig warm, hè? Keukenhof en de bloembollen, ja. Nou, dan zeg ik, voor u waren we op weg, in de file op weg naar de bloembollen. Hè? Heb je ook een leuke bijdrage geleverd? Wil u uw naam er nog bij hebben? Hoe heet u? Lia Narcis, ja. En ik zeg tegen mijn vrouw een beetje... Ik zeg tegen mijn vrouw... Waarom doen we de auto niet weg? Waarop zij zegt... Dit is de auto weg. Nou, ik weet niet of u zich wel eens heeft voorgenomen... voorgoed te zwijgen... en je zit vlak naast iemand... die zo'n ongelooflijke oudbollige woordspeling maakt... of u dan in mond kan houden. Nee, u niet, dat weet ik, maar... Ik zit met mijn vriendin in de trein. Wij hoeven geen auto, wij gaan niet trouwen. Dat is iets voor de burgerij. Mijn vriendin wijst uit het raam. Kijk, mooi landschap. Ja, zeg ik, je hebt de sierlijkste handen van de hele wereld. Ik ben dol op de natuur, maar ik haat landschappen. Ons 3 maanden oude kind ligt in de kinderwagen. In het gangpad van de coupé. Kijk, zegt mijn vriendin, een Roomse kerk. Ja, zeg ik. Je bent de liefste moeder van de hele wereld. En ik probeer de toon zo onbevlekt mogelijk te houden. Ik ben dol op God, maar ik haat kerken. Iemand uit God mag weten wat voor Turks land steekt een sigaretje op... omdat hij of zij, dat kan ik door die sluier zo gauw niet zien... niet in de gaten heeft dat een rode cirkel met een streep en een sigaretje erdoor... betekent dat er in dit compartiment niet gerookt mag worden. Ons kind begint te huilen. Ziet hij dan die koetjes in het weidje met zijn voetjes zo zoetjes? Ja, zeg ik, dat komt door de infrastructuur.
Ik ben dol op absurdisme, maar ik haat babygebrabbel. Het gehuil wordt hartverscheurend. Heeft hij dan zo'n last van de rokenput ook? Nee, hij heeft een bloedhekel aan Turken. Ik ben dol op racistische grappen, maar ik haat de mensen die erom moeten lachen. De trein brengt ons bij de veerboot. Kijk, de golven. Ik ben dol op water als ik dorst heb. Kijk, het duin. Ik ben gek op kijken. Ik haat luisteren. Op dit eiland kreeg ik mijn eerste fiets. Een veel te grote damesfiets, maar als ik er weer te groot voor was, kon mijn kleine zusje hem verder afrossen. Vroeger kreeg je nooit iets voor de lol, omdat je er zo lang mogelijk plezier van moest hebben. In de oorlog zaten hier Georgiërs. Ik ben dol op geschiedenis, ik haat anekdotes. Daarom vertel ik mijn vriendin nu niet hoe gelukkig ik ben en waarom. Ons kind slaapt in de kinderwagen de gelukzalige slaap van de onschuld. Het kent geschiedenis nog anekdoot. De bus zet ons af bij het hotel. Daar juicht mijn vriendin. Een jaar geleden val ik haar bij. Werd hij verwekt, ze duwt de kinderwagen voor zich uit de duin op. Ik sleep de veel te zware koffer erachteraan. Plotseling staat ze stil. Een hand trekt het dekentje weg, ze verstijft. Ik wil naar haar toe rennen, maar de koffer heeft mijn hand vast. Ze rent alleen het duin op, ik volg haar veel te laat en zeg het stomste dat ik ooit in mijn leven tegen iemand gezegd heb. In haar ogen zie ik het landschap, de kerk, de koeien, de golven, het duin. Het kind, de dood. De schuld. Ik heb nooit overwogen om zelfmoord te plegen. Ik ben dol op het bestaan. It is all meant to try us out. You can turn off and on more times than a flashing neon sign. When you want your back, but you can't be so kind. Just take it or leave it. Don't tell your friends just what you're gonna. Dit moet president Bush ongeveer overkomen zijn in Japan, dames en heren. De eerste minister zei, de zitting is geopend. En de tolk kon het niet zo gauw vertalen. Even die paling terugduwen. Ik zit een paar dagen geleden, wat is het vandaag? Het is 7 mei, wacht eens even. Dag of 8, 9 geleden, eind april. Spannende tijd altijd voor de Nederlander die iets gepresteerd heeft in zijn leven. Ik zit, eind april zit ik in mijn tuintje de kapucijners te epileren. En, ja, die moeten geëpileerd worden. En, nou, dat is een nauwkeurig werkje. En, ja, dat is in deze tijd van het jaar. Als bij deze maand dan moeten de kapucijners geëpileerd en de sla moet ook opgekropt in deze tijd van het jaar. Dat valt allemaal samen. Heel belangrijk wat je kiest. En ik heb het zwaar in mijn tuin, want voor het eerst heb ik volgebakken frieten ingezaaid. En ik ben benieuwd, maar achter de tuinman zegt die aardappelen rooien het wel. Enfin, ik zit heerlijk in mijn tuin, kapucijnen stepeleren. Leuk werk, ontspannend werk. En ik zit toch natuurlijk met één oor een beetje bij de brievenbus. En opeens hoor ik klapper, klapper. Ik denk, de brievenbus. En meteen erop hoor ik zoef. Ik heb een deurmat. Zoef. Ik denk, een brief.
Dus ik ren de gang in en ik kijk naar de deurmat. Geen brief. Een envelop. Even een teleurstelling, maar ik maak de envelop open. Wat denk je? Toch een brief. Nou, dat vind ik nou zo... Heerlijk, heerlijk. Ja, dan nemen die brieven, nemen je de maling. Die komen dan binnen als envelop. Dan denk je, hey, shit, een envelop. Dan maak je hem open. Een brief. Heerlijk. RVD van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat is die instantie die Pieter van Vollenhoven nog heeft uitgelegd hoe je prinses moet verwekken. Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Geachte jongen hier, wij hebben het genoeg u mede te delen. Dat het Hare Majesteit behaagd heeft. Nou komt ie. Dat het Hare Majesteit behaagd heeft u te schrappen van de lijst van Nederlanders die zij per se niet wenst te ontmoeten. Ja, ik moest hem ook nog even overlezen. Ik denk dat u geschrapt bent van de lijst van Nederlanders die Hare Majesteit per se niet wenst te ontmoeten. Wil u een eerste zin voorbereiden waar de koningin een beetje spiritueel op kan reageren? Wij maken u erop attent dat Beatrix met Majesteit wenst te worden aangesproken. Hoogachtend ritmeester Gruppelaar. Ja, die naam kwam op de een of andere manier wel bekend voor. Enfin, ik zit opeens in die tuin en ik kan mijn gedachten er niet meer bij houden. Dat is heel gek, maar een kapucijner voelt dat. Dat zijn hele gevoelige gewassen, zijn dat. Dat is heel gek. Een kapucijn heeft iets heel, heel gevoelig. In tegenstelling tot artisjokken bijvoorbeeld. Daar kan je mee doen wat je wil. Kun je de hele tuin doorsmijten. Kan hem geen fluit geven. Artisjokken. Dat is de tegenwoordige tijd van zoologen. En denk daar maar eens even over na. Zo'n kapucijn voelt dat en die heeft dan iets van... jij mij niet lekker epileren, ik jou niet lekker smaken. Dat is heel gek, ja. Dat doet hij dan, en dan gaat hij tegenstaan. Dan worden ze bitter en ik ben toch al niet zo dol op kapucijners. En nee, als je ze eenmaal binnen hebt, dan worden ze zo luidruchtig, vind ik. Dus ik ga opeens zitten nadenken, ja, wat moet ik nou tegen die koningin zeggen? Ik bedoel, de rechtsback van Ajax, als hij straks bij die UEFA-finale aan de koningin wordt voorgesteld, die heeft zo'n zinnetje praat. Majesteit, ik ben van mening samen met de lokale burgemeester van Groningen dat het afwerpen van fragmentatiebommen bij voetbalwedstrijden door ondeskundigen tot een minimum beperkt dient te worden. Ja, maar dat is een... Ja. Dat is een lekker lopend zinnetje. En in het landsbelang, en de koningin die kan er iets mee. Hè? Want die doet toch, kijk, als die voetballers langs gaat, dan doet ze toch een soort sirtaki, doet ze. Dus die moet dan meteen door kunnen naar de rechtsaf. Die moet dan kunnen zeggen, majesteit, het beledigen van allochtonen moet alleen... Wat gebeurt er? Pst. Huh? Er gebeurt opeens iets. Weet u wat? Nee, er was iets. De kapucijners dat was. Ja, nou, u zou ook bijvoorbeeld aanraden wel uw mond te houden. Hoewel het nu bijvoorbeeld achteraf weer heel erg leuk wordt. Dus nou twijfel ik weer. Bent u Nelly Smit-Kroes? Opeens, uw stem klinkt me zo bekend. Het woord kapucijner kwam er zo geweldig uit. Dat kan alleen maar iemand zeggen die ze nooit eet. Kapucijner. Dat prachtig. Prachtig. Heel mooi. Waar waren we gebleven? Wil u dat woord in deze zaal ook niet meer noemen? Dat die rechtshalf die moet dan kunnen zeggen van... majesteit, het beledigen van allochtonen moet alleen aan politici worden voorbehouden. En dat die koningin dan weer door kan en dat die rechtsbek dan nog niet een keer roept... majesteit, mijn vrouw is dol op u, ze heeft al uw platen. Begrijpt u dat? Nee, dan verstoor je dat hele protocol. Dus ik zit te denken, wat moet ik nou toch in vredesnaam zeggen? Want je wilt toch een beetje scoren bij de vorstin, hè? Die ambitie hebben we allemaal. En, ik wil een mooi beeld kiezen, mooie metafoor, een allegorie, een hyperbool... of een oratio pro domo of een pleonasme misschien wel. Ik wil een leuk metrum erin gooien, een jambe, een anapest of een dactylus... of misschien wel een trogeus om de haar eens te verrassen. En je wilt toch even iets, majesteit, wie de macht heeft... streeft naar zijn recht en verwaarloost zijn plicht. Nou, te moralistisch, hè? Wat heeft dat nou weer voor nut? En je moet uitkijken dat je niet iets zegt dat zij iets heeft van... Huh? Dan nee. Ja. Je moet iemand die van nature boven je gesteld is... die moet je niet proberen om die intellectueel af te bluffen. Daar hebben ze in Rusland hun bekomst wel van, dacht ik zo, hè? Nee, maar ja, ik wil iets leuks, maar een algemeenheid over het weer... krijg ik ook niet over mijn lippen. Dat laat ik aan Erwin Krol over. Kans op vorst aan de grond.
aardig zeggen. Majesteit, we hadden dit jaar 18 kapucijners, ja. Als zij er nou eens 12 had, dan is het ook weer zo sneu voor haar, vind ik, hè? Bovendien tegen een ex-prinses over een erd beginnen. Ik weet niet of dat nou wel zo kies is. Ik weet wel waarom ik van die lijst geschrapt ben. Ik heb namelijk nog nooit iets onaardigs over haar man gezegd. En... Nee. Ja, in 66 heb ik gezegd, niet met haar trouwen, ga terug naar Duitsland. Weliswaar in iets andere bewoordingen, maar het kwam daar toch wel op neer, zou ik het zeggen. Nee, het schijnt dat Klaus helemaal ten slachtoffer is gevallen aan het woord kut. Ja, kut. Hij is niet de enige, het halve Nederlandse volk heeft... Als ze mij op de man afvragen, heeft de vrouwenbeweging iets bereikt, dan zeg ik... Ja, de ontmythologisering van het woord kut, dat vind ik werkelijk een prestatie van belang. Dat, ja, voelt u dat niet zo? Dat woord is een hele gevoels... Zeg maar, dat kut heeft niks meer met vagina te maken. Dat vind ik zo mooi, dat is helemaal... Zeg maar, gevoelsmatig helemaal tussen die benen weggetrokken. Dat is helemaal zo... Ik zat laatst bij een dokter in de wachtkamer, hoor ik uit de spreekkamer... Ach, dokter, die kutvagina van mij! En een paar dagen geleden hoor ik drie schuttingen verderop... Ah, die kutschimmel! En, ja, we hebben daar een manege bij ons achter, daar. Maar dat heeft helemaal niks meer met die vagina te maken. Dat is heel, heel gek. En als man ben ik nog lang niet zo ver. Ik heb dat nog helemaal niet. Zodra ik het woord lul hoor, moet ik onmiddellijk aan vagina denken. Dat is heel gek. Nee, het laatste dat Klaus in het openbaar gezegd schijnt hebben ze... Kom maar op met die kutschade, zal ik dat kutlint wel even doorknippen. Ja, een paar dagen geleden ook, had hij ook geroepen... Wat is dat voor een kutkrans, had hij gezegd. En... Ja, nou ja, als laatste kan je zeggen kutmonument natuurlijk. Dat is het laatste natuurlijk wat je kan zeggen. Zeker met die vorm, nee. Je rijdt wel eens naar Den Haag en heb je daar het Prins Klausplein. En dan denk ik, ja, hoe zijn ze nou op die naam gekomen? Maar heel langzaam begint het dan tot mij... Ik denk dat Klaus bovenaan de lijst van Nederlanders staat... die Beatrix per se niet wenst te ontmoeten. Er ligt een dode raaf op mijn terras van Toscaans marmeren stoeptegels. Dat hebben de extras gedaan. Extras behoren in de vogelhiërarchie tot de middenstand. Ze voelen zich snel bedreigd. Hoewel ze in principe geen hekel aan zwarte vogels hebben. Zijn merkwaardige verschuivingen gaande in de vogelhiërarchie. Ik weet niet al te veel van het werk van professor Gauss. Maar voldoende om te kunnen constateren... dat hij een uitgesproken autoriteit is op zijn gebied. Men wordt niet zomaar door de tros gevraagd om een dierenquiz te presenteren.
Wat hij uit het onderbewuste van een hond gehaald schijnt te hebben, is werkelijk opzienbarend. Zijn foefje, als ik even zo oneerbiedig over dit cijferwetenschappelijke werk mag spreken, is dat hij zichzelf als beest beschouwt en het dier als mens. Dus de hond gaat op de sofa liggen en de professor valt door de mand. Ik lig op een nacht in mijn bed en ik hoor buiten het kwalijk geschraap dat raven voortbrengen. Haap, haap, haap. En het wordt beantwoord door het heftige schetter uit de sterkste bek. Ik zit rechtop in mijn nest. En de volgende morgen kijk ik uit het raam. Leg een dode raaf. Ogen uit zijn kop gegeten zo. Hartje uit zijn borstkas gepikt. Poten als krammen in de lucht gestoken. Geen prettig gezicht. Ik draai mijn hoofd af en ik blijf steken bij een brutaal terugkijkende ekster. Oh. Kijk eens, ik ga in het algemeen geen ego-spelletjes aan. Zeker niet met dieren. Professor Gauss kent wrange voorbeelden waarbij dat volkomen verkeerd is uitgepakt. Misschien is hij zelf al het flagrantste voorbeeld. Ik loop op die extra toe. En ik maak een onbewachtse beweging, maar hij verroert geen vin. Nee. Hij kijkt mij aan met een koppie. Met een gezichtje van... dat hij kan denken en ik kan vliegen, want vliegen en denken gaan niet samen. Kijk, zwevers zijn zelden grote denkers en genieën hebben de hemel geen millimeter naar de bij gebracht. Ik hurk voor hem neer. Plotseling trekt hij zijn, trekt hij die dingetjes over elkaar. Dat zijn geen lipjes, hoort hij die dingen nou? Ja, snaveltje, dat weet ik ook wel, maar het is toch, hij heeft toch geen boven- en geen ondersnavel, dat heeft hij nog niet. Thomas hebben die dingen vergeten afzonderlijk te benoemen, die is bioloog. Kleine trekt die dingen zo over elkaar. En hij perst een extra poepje op mijn Toscaans marmeren terrastegel. De mens heeft alleen maar ergernis van bezit. Kijk, dat die duiven het standbeeld van koningin Wilhelmina op het rokin vol scheiden, interesseert me geen reet. Maar als je haar schoonzoon bent, piep je wel anders. Ik bel mijn vriend, die is van de vogelbescherming. En ik vraag of de vogelbescherming misschien niet een beetje aan doel voorbij streeft door de vogels zo weerbaar te maken dat wij mensen misschien wel bescherming nodig hebben. En dan begint hij weer aan te extra, dus hebben ze moeilijk. Is een trekvogel, wil ik weten. Dat fascineert mij dan. Dat biologeert mij. Waarom gaat zo'n beest zo lang vliegen? Wat is de impuls waarop hij besluit om te gaan trekken? Als je dat weet, ben je klaar. Maar hij is alweer bij zijn favoriete onderwerp aangeland. Imponeergedrag van slaghoedmussen. Oh, als die geil worden, zwelt dat hele borstje op en dan maken ze een soort twistbeweging. Nooit geweten dat Chubby Checker een slaghoedmus was. Volgende morgen ga ik met een emmer sop en een borstel naar beneden. Dat heeft korte met te maken met het vogelpoepje. Ik doop in en opeens voel ik een paar ogen in mijn rug. Ik kijk om, mijn buurman zit aan een groot glas. Door de verre kijker staat hij naar dat vogelpoepje te kijken. En verdomd. Het heeft iets abstracts gekregen. Nou ja, iets abstracts, maar tegelijkertijd iets heel dwingend picturaals. Iets. Nou ja, niet dat je exact weet wat het is, maar dat je het hele gevoel hebt, ik wil duiden. Dus dat je de hele tijd denkt, ja, het is weliswaar iets tijdloos, maar het appelleert toch ook heel sterk aan het actuele. Het is een, zeg maar, weliswaar zwart-wit, maar het heeft toch een kleurenspectrum waar die regenboog jaloers op zou zijn. Het is kunst, verdomd, het is kunst. Gek dat je er altijd weer door een ander op patent gemaakt moet worden dat iets mooi is. Gek is dat. Ik gooi het sop tussen de kapucijnen en zet de emmer omgekeerd op het vogelpopje neer. Dat is namelijk van mij. Die nacht word ik opgeschrikt
Door het geluid van iemand die twee stokken uit zijn handen laat vallen op een grenen vloer. Ik kijk door de luxe flex. En ik zie... En ik zie dat mijn buurman onder die emmer probeert het imponeergedrag van een slagroetmus te imiteren. Volgende morgen kom ik beneden. Hele vogelpompje beschadigd. Beschadigd, ja. Het is nog even abstract als gisteren, maar op een andere manier abstract. Het is het, de spanning is eruit. Het is, ja, gek is dat. Gisteren was het ook niks, maar nu is het helemaal niks. Dan heb ik gelukkig een vriend, die is conservator van het Strontmuseum in Franeker. Hele, hele goede vriend van me. Hij zit er nog niet zo lang, 14 dagen. Zijn voorganger is ontslagen, ik weet niet waarom, maar er zit een luchtje aan. Maar mijn vriend heeft leuke, frisse ideeën voor het Strontmuseum. Die wil af van een barokpoepje in de vitrine en een rococo-rol op een sokkel. Die wil echt zeg maar doorstromen naar een open rioolsituatie. Dat je aan het begin een paar lieslaars krijgt uitgereikt en lekker met je gezin 2 uur door de stront kan lopen baggeren. Hij wil heel de toiletgroep zeg maar integreren in het museum, zodat je je als bezoeker ook als kunstenaar kan uitdrukken. En hij wil speciale zalen voor blinden met winden. Hij heeft zo zijn eigen ideeën. Maar ja, waar gaat de eerste beleidsnota over? Waar zetten we de ESCO-kar? Kennen we wel, cultuurbeleid Nederland 1992, waar zetten we de ijskoker? Als het statenjacht van de commissaris van de koningin van Friesland naar Den Haag vervoerd wil worden, dan kijken we die op een paar centen, hè? Maar die toneelgezelschappen, die opera, die symfonie ook in Den Haag, joh, donder op met die flauwekul, wat hebben we eraan, zeg. Waar zetten we de ijskoker? Kan hem ijs schelen, maar ja, zeg dat niet in Friesland, want als er zo'n vriesje op het water ligt, begint het rajonhoofd al te hyperventileren. Ik vertel hem wat er gebeurd is. Helemaal beschadigd. Hij zegt, dat is geen punt. Ik ken een restaurateur in de Verenigde Staten. Die kan het wel even opknappen. Een paar dagen geleden krijg ik die tegel terug. Wat denk je dat die restaurateur gedaan heeft? Wat denk je dat hij gedaan heeft? Hij heeft er zelf op gescheten. Er was een brief bij, er stond in stront, in stront. Het schijnt in de Verenigde Staten in de kunstwereld een algemeen aanvaard begrip te zijn. Shit is shit. Is dit de voorstelling van Bellevue of... Ik ben blij dat Samuel Beckett zich heeft laten cremeren. Kan hij zich tenminste niet omdraaien in zijn graf. Opeens zat er een huismus in onze allesbrander. Geen gewone huismus en 201 kapmus. Dooie vogels! Komen naar beneden vallen. Dooie vissen. Drijven naar boven. Dooie vogels. Moet je in de lucht begraven. Er is heel duidelijk gezegd dat alle nummers voor de pauze afgewerkt zouden worden.
Of noemt u dit soms ongemerkt wegsluiten? Knecht en baas, wezen dwars. Zuig en blaas, schildpad haas. Zuig en blaas. Ga nu maar even plassen, dan ga ik dit even maken. Ja. Thema van de tweede helft, dames en heren, is... Moeten er condooms in het drinkwater, ja of nee? We zijn namelijk met te veel mensen op de wereld. Dat zal u niet ontgaan zijn. Ik wil beslist geen stemming maken. Dat laat ik aan staatssecretaris Gabor over. Klinkt niet erg bekend, geloof ik, hier in deze zaak. Nee, staatssecretaris Gabor. Zegt iemand dat iets? Het is geen broer van Zaza, maar... Gek dat u die wel kent. Iemand die... Wat? Ja? Weet u het? Ja, ik... Voor de show, maar voor de show. Voor de pauze. Ja. Meester Klaus. Ja. Dames en heren, gedraagt u zich eens als volwassen mensen... in een maatschappij waar inspraak een volkomen geïntegreerd deel van de samenleving is? Ja. Ja, nee, maar het is altijd nog een schoolklasje. En zodra iemand zich even apart gedraagt... Staatssecretaris Gabor, ik zal u even helpen, is de staatssecretaris van Landbouw. En misschien kunt u zich herinneren, een aantal maanden geleden was er in ons land enige deining... omdat hij het damhert vogelvrij verklaarde. Kan u zich dat herinneren? Hij is ook van de jacht namelijk. Het damhert, opeens waren er in Nederland 8 damherten ontdekt. Ja. En natuur is leuk, maar het moet beheersbaar blijven. En hij had toen gezegd, schiet maar af, die beesten. Schiet maar af, want damhert bleek ook wezensvreemd aan de Nederlandse fauna. Het was hier ooit door prins Maurits geïntroduceerd. Dus ik dacht nog even hoopvol, nou als alles wat hier door de Oranjes geïntroduceerd is... vanaf nu vogelvrij is, kom erop met dat machinegeweer. Hè? Maar dat bleek veel genuanceerder te liggen. Hè? Op zekere dag gaat die Gabor, die zal gejagen. Die zegt tegen zijn vrouw, pak even mijn wijtas in met EI. En anders was het ons tas geweest. Enfin, hij gaat op jacht en hij komt bij de natuur aan. En hij wil zijn kogels pakken en staat opeens met een tampon in zijn hand. Heb je dat woord weer? En dan gaat een beetje met de smoor in, komt hij thuis en zegt tegen zijn vrouw, wat flik je nou? Waarop die vrouw zegt, moet je horen wat ik meemaak vandaag? Ik sta op de tramhalte, ik moet niezen en ik schiet een hond dood. Nou, vooruit amuseert u zich maar even, dames en heren. Niet verder vertellen, want ik heb hem ook van horen zeggen. Nee, we zijn met te veel mensen. Een paar maanden geleden was ik in Afrika. Ik was daar niet voor mezelf, ik was daar voor de UNICEF. Dat is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen die honger hebben toch kunnen leren lezen. En dan... zodat ze later lezen dat ze honger gehad hebben. En dan...
Ik was er niet helemaal voor mezelf en ook niet helemaal voor UNICEF. Ik was er ook een stukje voor de omroep, hè. Want zoals u weet, televisie vreet amusement. En amusement vraagt langzamerhand om een stukje zinvolle invulling. En dan kom je al gauw in de derde wereld terecht. En nou ja, dat klinkt heel cynisch, maar ik zal u dit zeggen. Als er hier in Nederland geen amusement meer op televisie was, dan bestond de derde wereld al niet eens meer. Of omgekeerd. Enfin, ik moet daar een clipje maken met een hongerig kind op mijn arm. Niet te hongerig natuurlijk, want men in de huiskamer moet iets hebben van... Ah, en niet van... Anders schakelen ze over naar een minder hongerig net. Dus dat kind dat moet zorgvuldig geselecteerd worden. Ik ben tenslotte in de Bijlmer geslaagd. En ik heb dat kind zo op mijn arm en op dat gezicht heb ik een paar vliegen heb ik zo heb ik lopen. Die heb ik allemaal een rugnummertje gegeven en een beetje gedresseerd. Het is amusement, nietwaar? En ik heb de neusgaten A, B en de oren CD geletterd. En nou moet een panel bekende Nederlanders raden welk vliegje met welk rugnummer in welk lettertje verdwijnt en in welk lettertje er weer... U kent dat soort spelletjes wel. Ik sta zelf met een vliegenmapper op mijn rug om een beetje corrigerend te kunnen optreden zo. 500 allochtonen in mijn nek, die als figuratie dienen. Ik was begonnen met 500 beroepsfiguranten, maar die vonden de catering niet deugend. En juist zullen we beginnen te draaien, hoor ik in de verte. Fouten, bedankt! Ik denk, dat is toch wel erg cynisch om hier een reclamespotje te gaan opnemen. Maar nee hoor, Rijk de Gooier komt in beeld en die begint aan dat beentje van dat kind te sleuren. Ik zeg, wat wil jij hier doen? Hij zegt, ik ben van Foster Parents. En even later komt daar Lee Towers van Artsen zonder Grenzen. Die pakt ook een armpje, die begint ook te slepen. Hij zegt, het kind is van mij. En later komt nog Bonnie Sinclair voor Homme de Terre. En heel gek, maar heel langzaam zie ik, terwijl wij dat kind bijna in vieren aan het scheuren zijn, zie ik heel langzaam bij die allochtonen iets van een glimlach op hun gelaat verschijnen. Dat is heel gek, die perkamente huiden die springen open en die stof komt uit die huidplooien. En heel langzaam zie ik een lach verschijnen. En toen dacht ik, wat is het toch eigenlijk wonderlijk dat je als artiest zo bevoorrecht bent dat je zelfs hier onder deze bittere omstandigheden bij de mensen nog een... stukje levensvreugde kunt brengen. Is, if humor is the food of love, joke on, zou ik willen zeggen. Ik heb daar nog een liedje over gemaakt en Bonnie Sinclair en Lee Towers gaan dat zingen. Niet nu, nee, Ben. Blijf rustig zitten, ik zag een moment zo, nee. Kom een plaatje van, hoef je niet te kopen, maar... We zijn met te veel mensen, dames en heren. En nu heb ik het zo vaak gezegd, nu zal u onderhand denken... Nou ja, wie zijn er dan te veel? Kom, doe eens een uitspraak. Ben ik soms te veel? Ja, u bent te veel. Ja, u bent te veel. Dat zeg ik heus niet omdat ik nou toevallig hier sta en u daar zit. Want als u hier gezeten had en ik had daar gestaan... had ik precies hetzelfde gezegd. Maar de massa is gewoon te veel. Ik kan het aan de hand van een heel simpel voorbeeldje kan ik dat laten zien. Kijk, ik pak deze stok en ik doe... Gebeurt niks. Dan moet u dat eens proberen. Begrijp je? Dan heb je binnen twee tellen oorlog. De massa is te veel. En mensen vluchten alle kanten op. De een die vlucht die kant, de ander gaat dwars door een de ander. De laatste categorie vluchtelingen is Joods-Israëlische bootvluchtelingen. Eén had zo'n haast, die is over het water aankomen rennen. Nou, nu ik erover nadenk, Jezus zou een geduchte versterking voor het Israëlisch waterpoloteam geweest zijn. Hè? Met die bal zo op dat water. Jezus was de eerste badmeester, zwemtherapeut, zeg je tegenwoordig, hè? Ja, in het Westen zijn wij geneigd elke meester therapeut te noemen, in tegenstelling tot het Oosten. En ik zit namelijk sinds kort op zwemtherapie. Ik heb watervrees, al heel lang. Ik ben geboren in Zeeland. En nou, afhankelijk ging het heel goed. Dan liep ik met een emmertje in het schepje op het strand. En dan weer... En dan heel langzaam werd je geleerd. Nou ja, dan is het eb. En dan wordt het vloed. En dan wordt het weer eb. Tot 1 februari 1953. En dan sloeg de eb vier keer over. Dus sindsdien heb ik watervrees. En nu sta ik elke zaterdagmorgen tot zover in Sportfonds Bad Oost... En zwembroek aan, ik heb hekel aan, zwembroek aan. De kleine zwembroek weet je niet waar je het laten moet. De grote zwembroek weet je niet waar je het zoeken moet. En hebben we een zwemtherapeut, die heet Plons. En die zegt, we gaan met z'n allen terug in de baarmoeder. Vind ik ook zo'n onsmakelijk idee, vind ik dat. Maar jij heeft een theorietje ontwikkeld dat wij zuigelingen onmiddellijk na de geboorte vergeten zijn, omdat we zo onder de indruk waren van de impressies, dat wij vergeten zijn lekker door te ademen. We hebben het hier laten...
en dit geboortetrauma kunnen we nu overwinnen door met z'n allen onder water te gaan. Zo lang mogelijk onder te blijven en dan boven komen. Dat is een heel belangrijk deel van de therapie. Zo onder blijven, dan boven komen en dan in één keer al die giftige chloordampen naar binnen zag. Wij hebben het hele zootje onder water. Ik kon er twee tellen al in. Proestend boven, want ik had geen zin die 9 maanden nog eens over te doen. Maar er waren weer 2 haantjes, 2 macho's bij, die wel eens even aan de vrouwtjes wilden laten zien wie van hun 2'tjes er het langste onder water kan blijven. Nou, dat liep tenslotte uit op een gelijkspelletje. Zodat we nog een begrafenis hadden. Oh, ik ben dol op begrafenis. Ik ben zelfs lid van een begrafenisvereniging. En, nou, dat heb ik niet zelf gedaan. Mijn doktoren hebben mij opgegeven. Ik heb het voorrecht gehad zowel mijn vader als mijn zoon te mogen begraven. En bij mijn vader was ik de enige amateur van 5 beroeps. Dat was leuk, want ik liep rechts voorop, kist op mijn rechter schouder. U heeft er ook niet veel verstand van, geloof ik, hè? Nee, dat kan niet. Als je rechts voorop met de kist op je rechter, dan mis je daar 5 steunpunten, zou ik maar zeggen. En dan lopen daar 5 kraaien voor lul, begrijp je? En ga hem nou niet meteen overdoen, want net op dat moment zijn die kraaien naar de andere kant gelopen, begrijp je? Dan sta je daar weer. Dus, enfin, alles is een beetje geregeld en we zetten ons in beweging, zegt die kraai achter mij, die eerste achter mij. Ik heb een hele goeie voor je nieuwe show. Beetje pijnlijk, misschien niet het juiste moment, maar ja, ik denk die man heeft een rotvak en waarschijnlijk heeft hij zich al de hele week op dit moment verheugd. En wanneer is voor hem wel het juiste moment? Dus ik denk, nou ja, laat maar gaan. Dus we zetten ons in beweging en die kuil is daar. En die mop die is nogal aan de lange kant. We zijn bij die kuil aangekomen, die mop is nog niet afgelopen. Nee, ik denk, laat maar even links afslaan. He, dus wij lopen nog een blokje, maar die mop die gaat maar door. Dat is zo'n oeverloze mop over een Jehovah-getuige en een Hare Krishna en een fundamentele islamiet in de trein. U kent die bakken wel. Dat gaat maar door, de conducteuren. En we zijn intussen al 6 keer die kuil gepasseerd. En die mop die gaat. Ik denk, dat kan ik die mensen echt niet langer aandoen. Ik denk, laten we maar even de stad in gaan met z'n allen. Dus zeg. Nee, de stad in en die overgetuige heeft zijn tong tussen de deur gehad. En er moet een paar pees uit zijn voedsel in zijn tong gezet worden. Maar die chirurg heeft de avond tevoren mot met zijn vrouw gehad over wel of geen club met dit jaar. Waardoor zijn handen een beetje wieberen. Zodat die overgetuige nu uit zijn bek naar zweetvoeten stinkt, zou ik maar zeggen. Zo, nou, dat is nog maar een subkloetje, want het de een na de andere. En dan gaan we zijn de slaapsteden door, de tuinsteden door. En opeens zijn we die hele stoet in de polder aangeland. En die mop is afgelopen. Nou, dan sta je echt volkomen voor lul. Echt, oh, ja, hele stoet achter je, hondje erbij, boem en een fiets. En die boer die vraagt, wie ligt er in die kist? Ik denk, nou, de provincie, ik zal even leuk uit de hoek komen. Ik zeg, mijn schoonmoeder. Oh, geef geen klimp. En wat moet dat hondje erbij? Oh, die heeft het dood gebeten. Mag ik dat hondje? Ik zeg, ja, achteraan sluiten, ja? 6 uur later is alles achter de rug. Die begrafenis zegt, mijn moeder, laat mij toch maar cremeren. Kijk. Ik heb niet alles begraven. Van mijn vader heb ik de wijsheid achtergehouden en van mijn zoon de eeuwige jeugd. En je moet er als de kippen bij zijn als iemand doodgaat. Als u nou toevallig naast iemand zit waarvan u denkt, leuke eigenschap, wil ik er wel bij. Meteen toeslaan na zijn dood. Of haar dood. En niet wachten, want anders valt hij in handen van een lijkschouwer of een toevallige passant in het mortuarium. Nou ja, soms zie je de dood voor iemand aankomen. Mijn vader is een volstrekt natuurlijke dood gestorven. Die is met een snelheid van 180 km per uur een tankstation binnengereden. Het is morgens om 4:30, veel te vroeg overleden volgens mijn moeder. Maar ja, zij is een avondmens, dus dan hou je dat toch. Maar mijn zoon was 3 maanden en dan reken je daar niet op. Je gaat uit van het gemiddelde, niet van het uitzonderlijke. Hoewel het veel opwindender zou zijn tijdens je leven om daarvan uit te gaan. Ik was een keer in Washington, D.C. D.C. is during Christ. AC After Christ, BC Before Christ, AC/DC is een Australische hardrockgroep. KC is Kleine Kees, LC is zijn zuster, IC is een Amsterdams ijsje en WC is Without Christ. En dat Washington is gebouwd op 2 heuvels. He, er ligt tussenin een dal, ja, dat is vanzelfsprekend. Maar goed, het is gebouwd op 2 heuvels. En Amerikanen houden niet van dalen, dat zijn het. En die hebben die 2 toppen verbonden. Dat is ook een manier van nivelleren, he, de toppen verbinden. Toppen verbonden door middel van een brug. En halverwege die brug hangt een kastje. En er staat op, geel kastje, suicide help.
En dan vind ik die Amerikanen zo fantastisch. Hè? Ik bedoel, dat is allemaal zo, ja, dat is allemaal zo clever, dat is allemaal zo slim. Wij zitten altijd met theorie en praktijk en met WHO en AOW. En wie moet het betalen, wie moet het ontvangen. Maar zij hebben gewoon simpel kastje, suicide help. Kost veel minder, heeft dezelfde uitwerking. En ja, hier is het van, Wultgens vraagt aan Kok, wat is het verschil tussen theorie en praktijk? Nou zegt Kok, moet je maar eens aan onze minister van Cultuur vragen of ze met de minister-president naar bed wil. Nou, Wilgens weg, komt huilend terug, heeft een draai om zijn oren gehad. Wat is dat voor een onheus voorstel? Nou, zegt Kok, dan moet je vragen of ze het ook voor een miljard wil. Dus Wilgens weer, hij komt weer huilend terug, ze is door de knieën. Had hij niet verwacht. Nou, zegt Kok, moet je hetzelfde vragen aan onze staatssecretaresse van de sociale zaken. Dus Wilgens weer weg, komt weer huilend terug, weer een draai om zijn oren gehad. Voor een miljard? Ja hoor, doet ze. Nou, zegt Kok, moet je goed opletten. In theorie hebben we 2 miljard op de bank, in de praktijk zitten we met 2 hoeren in het kabinet. Er is dus een brug met zo'n geel kastje. En nou ja, dan loop je daar een beetje als sloeber door Washington. En er zijn er nogal wat. En ik denk, god, mooie dag om zelfmoord te plegen. Maar hoe? En opeens, ah, suicide. Dan ga je fantaseren. Wat zit er in dat kastje? Touw om je op te knopen. Of een pak water met een paar scheermessen. Of een aanstormende trein misschien wel. Of een bord Japans eten. Wie zal het zeggen? En doe je het kastje open, zit er een telefoon in. Dat is altijd even een teleurstelling. Telefoon. AT&T, may I help you? Yes. I want to commit suicide. Smoking or non-smoking? Die vraag achtervolg je door de hele Verenigde Staten. How would you have your funeral arranged? I want to be cremated. Smoking or non-smoking? I want to commit suicide, but how? Jump, jump. So I jumped and I was bouncing on the telephone wire for a couple of minutes. And now, release the hook, bastard. We zijn met te veel mensen. Ik wil beslist geen stemming maken. Dat laat ik aan staatssecretaris Costo over. Er is in de kop van Noord-Holland is er een negerzoenenfabriek over de kop. Ik weet niet of u er iets over gelezen. Nou, in de kop van Noord-Holland is een negerzoenenfabriek over de kop. En een multinational uit Zambia heeft de failliete boedel opgekocht. En vrachtwagens rijden af en aan tussen de kop van het Holland en de zak van Zambia om die voorraad over te brengen. Eén van die vrachtwagens slipt in de Schelmer en de hele inhoud, al die negerzoenen liggen over de dijk en de bestuurders liggen half bewusteloos uit de cabine. Juist op dat moment komt staatssecretaris Costo langs, die was even zijn kater aan het uitlaten, en die komt langs en die ziet die enorme ravage die die kerels in die cabine hangen en die begint op die negerzoenen te trappen. Komt er een agent met een fiets aan die zegt, wat ben u hier aan doen? Waarop Castro zegt, gauw helpen, doodtrappen voor ze ook uitkomen. Gauw helpen.
Ja, u zegt dat allemaal wel zo simpel, maar ik geloof u niet helemaal. Nou, kijk eens, ik ben niet uitgesproken voor, ik ben niet uitgesproken tegen. Ik ben eigenlijk nooit uitgesproken, zou je kunnen zeggen. Jawel, maar ik geloof toch dat we u hebben leren kennen. Dan spreek ik toch vooral ook uit een stuk persoonlijke ervaring. We hebben u toch leren kennen als iemand die er nooit voor geschuwd heeft om zichzelf een beetje te profileren. Iemand die, we elkaar geen mietje noemen, toch in bepaalde extreme situaties graag even het voortouw nam. Graag even de positie van zeg maar, het gidsje innam. En dat heeft u in uw maatschappelijke carrière bepaald geen windeieren gelegd. We kunnen toch zeggen dat u daar en met u anderen van geprofiteerd hebt. En ik heb zeker in die mainstream heb ik wel een beetje meegelopen. Natuurlijk op mijn... Oh ja, ik bedoel... Ja, toch? Nou, kijk eens, als u zo duidelijk op een antwoord verlegen is, toch geen enkel probleem mee. Ik wil mijn best hier eigenlijk. Laat ik maar ronduit zeggen. Ik ben dol op de natuur. Ik ben dol op de natuur. Ik heb geen enkele moeite mee. U mag mij desnoods ook wel aanhalen in brede verband. Ik ben dol op de natuur. Ik kan het heel simpel even met een voorbeeldje illustreren. Wij hebben bijvoorbeeld thuis hebben wij een grasveld. Nou, wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben gek op de natuur. Ik ben gek op mijn gezond. En ja, heerlijk. Ik ben met mijn gezond in de weer. Ik hou van grasmaaien. En ach, doet u mijn plezier. Ach, de spriet heeft geen pijn. Dat zijn praatjes, vivisectie, dierenbescherming, geitenwolle sokken, geleuter is dat. Ach, een grasspriet die pijn heeft. Kom, doet u mij een plezier. Gras ligt de hele week lekker op zijn rug, heeft niks te doen. Hele week groeien. En dan krijg je het jeuk tussen die sprieten. En dan wil het even lekker gerold worden, dat is alles. Tuurlijk, nou, ik heb een motormaaier. Ja, ik denk altijd, ik heb een handmaaiertje gehad, maar ik ben te veel aan mijn handjes gehecht. En ik heb een motormaaiertje gekocht. We wonen naast de katholieke kapel. En zodra op zondagmorgen om 10:30 de mis begint, motortje aan en grasmaaien. Ik ben dol op de natuur. Heerlijk. Moeilijk starten in het begin. Oeh, moeilijk starten. In het begin sta je in de tuin en heb je er al... Het is te kort, hè, dat touwtje. Ja, begint net te lopen en een touwtje op. Dan hoor je... En dan is het touwtje hier. Dan zou je eigenlijk een stukje door moeten trekken en dan doet hij het. Hè. Je moet ook niet te lang aarzelen en vasthouden, dan gaat hij weer terug. Hè. En dan heb je die stang. En hier heb je je gewit. Dus dan heb je dat. En in die kapel maar zingen, hè. Halleluja, halleluja! En dan zei je, godverdomme! En nog een godverdomme! Schop tegen dat ding en opeens loop je ze lieren. Ongelooflijk! Dus ik nog eens even de gebruiksaanwijzing erop nageslagen. Het starten van de motormaaier. Roep eerst duidelijk 2 keer godverdomme. Schop dan met je voet tegen de zijkant van het motortje en hij loopt gegarandeerd als een lier. Bij 3 keer godverdomme slaat de motor af. Dus schop niet te hard tegen de zijkant, dan doe je voetpijn en roep je, au, godverdomme! En dan slaat hij onmiddellijk af. Ja, ik ben dol op de natuur, ik heb het al even gezegd, maar ik heb elektrische heggenschaar. Nee, hebben we geen probleem met starten. De elektrische heggenschaar, ik doe met stopcontact. Pas op, hè, want hij begint meteen. Dus eerst even het hele gezin in het huis uit. Jongens, ik ga weer herknippen. He, even al het eikenhouten meubilair, even het eikenhouten meubilair op de grond. He. En dan inpluggen. Oh, heerlijk, hè. Ik heb zo'n schaar, ik heb zo'n heg. Dus zodra de kapel uitkomt om 11 uur, ga ik even de heg maken. Dol op de natuur. Ja, ik heb ook een kettingzaag, hè, voor de takken snoeien. Ja, dat vind ik heerlijk werk. Boom heeft geen pijn, tak ook niet. Nee, je hebt jeuk onder die oksels en die wil even gesnoeid worden. Moeilijk starten, want dan hangt daar zo'n touwtje bij te bungelen. En je bent helemaal gefixeerd op dat touwtje. Want je wil dat. Maar je moet kijken wat gaat die hand doen, hè? Want dat is die grote ding, hè? Met die kettingzaag, hè? Dus dan sta je zo en dan gaat die hand die kant op. Eerste keer stond mijn vrouw erbij. Nou, ik ben benieuwd of je hem aankrijgt, hoor. Ik ben benieuwd. Nou, die kon nog net op tijd wegvallen. Die hand was rond over geweest. Helemaal in het rode verband gewikkeld. Helemaal in verband. Ja, anders kom je broek tussen de ketting. Nee, ik ben dol op de natuur. Dooie bladeren. Nee, daar hou ik niet van. Dooie bladeren ben ik niet gek op. Dooie bladeren is ook geen natuur. Dooie bladeren is geen natuur. Nee, daar hou ik niet van. Dooie bladeren. Nee, daar heb ik zo'n blowertje. En wij hebben een blower en dan motor op de rug en dan lekker op een stapel lagen. Heerlijk. Moeilijk starten. Hebben we dat touwtje pingelt daar, hè? Ja, die motor zit op je rug en daar zit het touwtje, dus dan... Ik kan geen kracht zetten.
Dus de eerste keer dacht ik, doe hem even zo. Oeh, pas op. Oeh, gezellig. Dus er moet een vrouw erbij komen. De vrouw moet hem aantrekken. Dus dan ga ik even zo'n pilaar in huis. Ga ik zo met mijn handen meestaan. En dan gaat de vrouw. Ja, die kan het niet, hè? Die kan het niet. Zeg, je moet vloeken. Snotverdroppie. Ja. Oh, dat is verhaal wat, hoor. Snotverdroppie. Die kan niet vloeken, hè? Die kan niet vloeken. Ja, misschien dat je in de hemel komt, maar dat motortje krijg je niet aan op die manier. Ja, ik ben dol op de natuur. Was dit het antwoord? Nou, als dat vorige de vraag was, dan was dit het antwoord, ja. Even een heel andere kwestie. Dier in het algemeen, de hond van Bertien Sternberg in het bijzonder. Wat vindt u ervan dat zodra zij begint te fluiten, dat die hond dan wegrent? Oh, dat vind ik helemaal niet vreemd. Wat zegt u me daar? Ik zeg, dat vind ik helemaal niet vreemd. Ja, dat zei u net ook wel, ja. Ja, en toen vroeg u, wat zegt u me daar? Ja, en toen zei u, dat vind ik helemaal niet vreemd. Ja, wat had ik anders moeten zeggen? Ik vind het namelijk helemaal niet vreemd. Maar waarom vindt u het dan niet vreemd? Nou, zij fluit helemaal niet. Wat krijgen we nou, zegt zij fluit? Nee, zij fluit helemaal niet. Zij fluit helemaal niet. Nee, zij fluit helemaal niet. Wat doet ze dan? Ze playback. Ze playback. Ja, ze playback. Ze playback. Ja, ze playback, hè? Wacht even. Nou gaat het iets te vlug. Laten we allebei even onze tekst uit elkaar. Ja, nee, wacht even. Ja, ze playback. Ah, ze playback. Dat ga ik verder. Ah, ze playback. Maar wie fluit er dan? Nou, Thijs Verleer fluit. Wie? Thijs Verleer fluit. Die ken ik niet, Thijs Verleer fluit. Die ken ik niet. Nee, Thijs Verleer fluit. Ah, Thijs van... Ah! Ja, precies. Ja, precies. Dus die hond, die rent naar Thijs Verleer. Nou, u haalt me de woorden uit de mond. Hebba. Dus die hond, die... Die hond, die rent naar Thijs Verleer. Ja. Goh, ik ben blij dat we dat probleem in elk geval even de wereld uit hebben. Andere kwestie. Euthanasie hebben we gehad. Ritueel slachten. Wat vindt u ervan? Mag Joop van den Ende ritueel geslacht worden? Nou, mag ik over die kwestie van dat ritueel slachten nou eens even twee dingen zeggen? Of van mij mag u wel drie dingen zeggen. Ik zou het heel plezierig vinden als u uw mond even hield. Nou, wat mij betreft geen enkel probleem. Ik bedoel ook nu, als ik zo'n zinnetje zeg, dat u even helemaal uw mond houdt. Oh, akkoord. Ja, ook dit soort kleine tussenvoelsen. Hou even helemaal je kop, ja? Zo goed? Nee, zo is het nog niet goed, hè? Oh, sorry. Oh, dat moet je. Hou jij even helemaal je kop. Stel, u bent een varken. Stel, u bent een koe, u bent een kalf, u bent een heel paard half. U moet geslacht worden en u kan kiezen tussen Boeddha en Unax. He? U kunt kiezen tussen Allah en Stegeman. U kunt kiezen tussen de Hema en God. Wat zou u kiezen? Het zou mij werkelijk worst zijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu even een heel andere kwestie, of liever gezegd dezelfde kwestie. Selma Rushdie, mag die ritueel geslacht worden? Nou kijk, zolang het in het belang van de kijkcijfers van de VPRO is. Ja? Krijgen we nou, zeg. Ja, dat, geen enkel probleem. Ach, tuurlijk, wie kent die Selma Rushdie? Maak af die man, we kunnen het doen. Ik wel? Ja. Bent u uw tekst kwijt of ben ik uw tekst kwijt? U bent uw tekst kwijt. Mooi, dan moet u weer iets zeggen. Ja, dat is stom. Zeg een kopje. Ja, ik weet zo gauw niks meer. Nou, ik ben werkelijk dol op de natuur. Dol op de natuur. Bomen bijvoorbeeld, mijn vrouw en ik. Oh, heerlijk, bomen. Wij houden zo van bomen. Beuken. We zijn bijvoorbeeld heel gek op beuken. Ja. Kunnen 's morgens beuken, 's middags beuken, 's avonds beuken. 's nachts maken ons wakker en we beginnen gelijk te beuken. Heerlijk. Olmen vind ik ook lekker, maar doe ik liever alleen. En sparren. Sparren vind ik te gek. Kerstdagen, piek erop, ballen, engelenhaar en sparren maar, jongens, sparren maar. Heerlijk, heerlijk.
Vier handhakkers waren op weg naar het woud. Drie waren er jong en de vierde was oud. Toch voelde die vierde zich op zijn gemak. Want hij had wel vaker met dat bijltje gehakt. De naam van de jongens was Jan, Piet en Klaas. Jan, Piet en Klaas. Chef heette de oudste, maar ze noemden hem baas. Hij gaf lopende bijles, bijles. Hoewel en zo niet. En leerde hem tevens zijn houthakkerslied. Ik ken het niet, hoor. Ik ken het, sorry. Hij heeft het aan hun geleerd. Ik ken het niet. Het is iets met hak, 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 hak. Hak, hak of zoiets. Hak, hak. Of kap, kap. Hak, hak. Met een melodietje erbij. Natuurlijk, hak, hak. Ja, ik zie maar wat, maar ik ken het niet. En dan met een dansje natuurlijk, zo. Ken ik ook niet. Dus het, en dan tegelijk, hak, kap. Zoiets, zoiets is het, ik ken het niet. Spijt me. Vier houthakkers waren op weg naar het woud. Chef baas zei, een boom is meer dan wat hout. Een wilg is heel treurig, een lariks heeft stijl. Een linde wil liefde en geen botte bijl. Soms neemt een boom wraak die te vroeg is geveld. Zo is de natuur, had chef baas hem verteld. Maar Jan, Piet en Klaas, zij luisterden niet. Zij zongen hun vrolijke houthakkerslied. Hak, 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 hak. Hak, 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 hak. Zoiets is het, hakken de hak, 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 hak. Hakken, hakken, puf. Nee, dat is van een klein stationnetje. Hakken, hakken, puf, puf. Hak, hak, hak. Chef baas had gezegd, toon respect voor een boom. Maar wie houdt er jeugdige hakkers in toom? Ze spuwden in hun handen en ze stampten op de grond. En draas spatten zweet en spaanders in het rond. Tot Piet's bijl als een pijl uit zijn rechterhand schoot. Chef baas in de nek trof, op slag was hij dood. Als een blad aan de boom sloeg Pretholm in verdriet. En ze neurieden treurig hun houthakkerslied. Jan was ontroostbaar en Teun overstuur. Waar komt die opeens vandaan, zeg? Jan was ontroostbaar en Piet overstuur. Klaas dacht, baas zijn, ook zo is de natuur. Natuurlijk dacht hij, het is de schuld van het woud. Hak om al die bomen, verwerk ze tot hout. Weg vossen holen, weg vogels hun nest. Weg met de bossen, iedereen vond het best. En zie je nu door het asfalt de bomen soms niet. Denk dan nog eens terug aan mijn hakkerslied. Ja, ik voel dat u mee wil zingen, dames en heren. Ik voel het. Ik voel het. Maar ik heb geen refijn. Eindelijk heb ik ze zover. Ik kan mezelf al van mijn kop slaan. Zal ik het even doen? Dol op de natuur. Dol op de natuur. En een tweede huisje buiten. Heerlijk visvijver erbij. Oh, die vissen zijn zo blij dat het lente is. Oh, wat hebben ze het moeilijk in de winter. Oh, niet bij mij, niet bij mij. Nee, ik gooi die hele vijver vol met antivries. Heerlijk hebben ze het, heerlijk. In de winter een lijntje voor de vogels. Met, nee, geen pindas. Pindas, vogels zijn helemaal uitgekeken op pindas. Oh, laatst met mijn buurman. Een hele vlug regenwulp aan. En die ziet die pindas hangen. Oh, vliegen zo door. Nee, nou, ja, wat doe ik eraan? Cashewnoten, Japanse mix. Oh, daar zijn ze gek op. Moeilijk krijgen, hoor, die Japanse mix. Moeilijk krijgen, dan sta je met die naald zo... en dan springt dat krokante korstje, pat, springt open. Dan moet je helemaal met nietjes, moet je dat helemaal zo weer... Ah, dat is een precisiewerkje, hoor. Oeh. Maar je hebt eer van je werk, want oh, wat zitten ze te smikkelen, hè. Pik, 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 pik.
En dan s'avonds... Ja, al die nietjes uitspugen. Ja, heerlijk. Ik ben dol op de natuur. Dol op de natuur. Een laatste vraag. Ah, ja. Tijd is onverbiddelijk. Hoe ziet u de ozonlaag? Nauwelijks. Kijk eens. De mensheid kent eigenlijk maar één kuntje. En dat is het einde der wereld voorspellen. Hè? En dan bedoelt hij eigenlijk mee het eind van de mens. Want wie zegt dat de wereld vergaat als de mens er niet meer is? Ik zou zeggen het omgekeerde. Kijk. Zolang wij nog niet weten waar het in het leven om gaat, en wij weten niet waar het in het leven om gaat, kan het overal omgaan. En wellicht zijn wij als mensheid op de wereld om die hele ozonlaag op te ruimen, zodat over 30 miljard jaar volmaakt leven in de kosmos mogelijk is. Dank u wel voor deze optimistische visie. Gedaan. Ik weet niet of u het in de gaten heeft, maar er is het gescharrel achter het toneel. Hoort u het? En ik ben blij dat u er geen last van heeft. Ik hoor de hele tijd het geknisperen van cellofaan. Of is het cellofaan? Wat is het eigenlijk? Ik dacht dat het cellofaan was. Het zal wel de directeur met een bos bloemen zijn. Dat is het prettige van artiest zijn. Je krijgt tijdens je leven al een beetje de indruk hoe je begrafenissen komt uit te zien. Hij heeft iets goed te maken, de directeur. Beetje oneenigheid gehad voor de voorstelling. Niks bijzonders, ik wou niet optreden, dat was alles. Ah. Daar staan ze. De bedrijfsleider staat er bij me. Het contract. Kutzaaltje, hè? Die twee hebben elkaar nog nooit naakt gezien, als je het mij vraagt. Dat vind ik een voorwaarde voor mensen die samenwerken. Daarom zijn mijn werkers zo solidair. Van het urenlang samen onder de douche die antracietstof uit je huid plooien soppen. Ik denk dat het van groot belang is dat de werknemer iets weet over de vorm en de omvang van de penis van zijn superieur. Ik denk dat dat... Ik zou ervoor willen pleiten dat samen met de jaarstukken van een middelgrote onderneming ook de lengte en de vorm van de penis van de president-directeur in het blaadje van de Kamer van Koophandel gepubliceerd wordt. Ik denk dat het van groot belang is. Het kan voor zijn secretaresse van groot belang zijn in het geval zij seksueel gedicteerd wordt door hem. Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik vind dat de president-directeur zijn penis aan een bepaalde lengtenorm moet voldoen. Wat dat betreft hebben we onze bekomst wel in de politiek, dacht ik zo. Mijn vrouw die zegt laatst, 80% van alles wat verzonnen is, is waar. Ik denk, ik hou mijn mond maar even. Ja, wat betekent dat? Dat 20% van wat verzonnen is niet waar is? Of van wat niet waar is, 20% niet verzonnen kan zijn? Ja. Je moet uitkijken met statistieken. Ik ben er helemaal niet dol op. Statistisch gezien was ik al lang dood. Maar ik behoor tot die 1,5 promil die buiten de statistieken vallen. Net zo goed als zeppers buiten de kijkcijfers vallen. Als je maar snel genoeg schakelt in je leven, val je vanzelf buiten de statistieken. 80% van de wereldbevolking lijdt honger, toch kunnen ze geen vuist maken. De ernst van de honger dringt pas tot de betrokkenen door als het gerammel der magen dat der collectebus overstemt. Nou, ik zeg maar wat. Dat maakt niet uit wat ik hier zeg. Als ik hier 1,5 uur achter elkaar Alain Profies ga staan raaskallen, heb ik statistisch gezien net zoveel kans iets zinvols te zeggen als wanneer ik mij maandenlang zorgvuldig voorbereid. Nou, wat zou u doen in zo'n geval? Abstracte kunst is altijd gelul geweest. Ik begrijp niet wat de kijker erin ziet. Wel dat de maker het maakt. Iets scheppen dat geen verband houdt met het bestaande is het hoogste dat de mens kan bereiken. Maar in de taal vrijwel onmogelijk. Neem een abstract woord als God. De een slaat op zijn knieën en roept God. De ander slaat zich op zijn duim en roept God. De derde ziet zijn schoonmoeder en zegt God, u hier.
taal heeft betrekking op het bestaande. Het woord hamer kreeg pas zin toen dat ding uitgevonden was. Het was heus niet zo dat iemand in een groepje mensen zei... kan mij van een hamer? Dat een ander dacht, ja, dat ga ik eens uitvinden. Beste vraag wie het woord hamer uitgevonden heeft. Lang, heel lang geleden was er eens een oude timmerman. Jozef, precies. En ja, zo gaat het. Dat is associëren. Jozef en Jezus. En omdat zijn vader timmerman was, is hij aan het kruis geslagen. Dat kan niet anders. Zijn vader hoefsmid was geweest, was hij waarschijnlijk door vier paarden uit elkaar getrokken. Het zal mij benieuwen hoe de Roomse kerken er dan uitgezien hadden. Soort jumping Amsterdam waarschijnlijk. In alles wat ik hier op het podium zeg zit een vreemd soort waarheidsgehalte. Omdat de verhouding tussen waarheid en ironie die is van de vorst en zijn hofnar. De nar zegt tegen de koning, wie zichzelf de baas noemt is dwaas. En dat is voor de dwaas alleen aanvaardbaar als hij werkelijk de baas is. De baas is. Toneelmeester schudt van nee. Of moet ik misschien zeggen toneeltherapeut. Vlak voordat ik dat podium s'avonds opga, schiet altijd de gekste dingen door mijn kop. Vooral veel eerste zinnen. Wie is er hier met de auto? Wie is er hier geen tientjes lid van de VPRO? Wie durft hier nog wel op de Partij van de Arbeid te stemmen? Wie durft zijn stervende moeder te begeleiden? Wie wil er een illegaal op zolder verstoppen? Maar ook grapjes. De paus gaf geen krimp toen hij hoorde dat er nonnenvlees in de kroketten zat. Of bij de Belgische politiek moet ik altijd weer aan dat experiment denken om blinden de sensatie van fietsen te geven door ze achter op tandems te zetten. Alleen in België zetten ze ze voor op de tandems. Oh, die Belgen zijn nu ook gearriveerd in Joegoslavië in het kader van de Verenigde Naties. En met die blauwe helmen en die moeten nu onontplofte raketten opruimen. Gisteren, of twee dagen geleden, reden zo'n vrachtwagentje terug met 8 onontplofte raketten. En opeens zegt die bestuurder tegen zijn bijrijder... wat doen we nou als een van die raketten ontploft? Oh, die anders zeggen we dat we er 7 gevonden hebben. Als je van de zomer naar een hotel in Joegoslavië gaat... dan heb je kans op roomserviers. Daar komen de uitslovers vandaan uit Slovenië. Er komen Jap Jum voor bejaarden met reanimeermeisjes. Mijn tante heeft een waterbed, die werd na de aardbeving zeeziek wakker. Ach, die aardbeving ligt alweer zo ver achter ons dat je je afvraagt... wat was er eerder in Roermond? Indales of de aardbeving? Ik heb me op het toneel altijd soeverein gevoeld. Onafhankelijk, voorbij aan de dagelijkse werkelijkheid. Ongrijpbaar voor de dood, maar... vanavond was het anders. Ik had geen zin. Ik weet niet, die dagen zo, eind april en zo, die geweldige spanning. En dan nog eens die meidagen eroverheen. En het getuvel in Los Angeles ook. En de trekbouw dat dan opeens ook zo aan. En dan dondert weer een voetbaltribune in elkaar. En heb je alles gehad en dan gaat Marlene Dietrich dood. Ik kan het echt niet meer aan. Ze is echt, ja... fantastische vrouw en een geweldige artiest, een enorme collega ook. Heel... ah, ze stond bekend als een heks, maar ik heb het nooit gemerkt. Het was een fantastisch iemand. Je kon altijd zo de kleedkamer binnenlopen en even, mag ik even je poederdoos? Kein punt. Fantastisch. Geweldig mens. Van kopf bis voet. Echt waar. Ik weet niet of u dat kent, maar ze had een paar geweldige... geweldige benen en Godfried Bomans, die is ook al dood. Ja, dat is ook zo vreselijk. En Godfried Bomans die heeft wel eens over Marlene Dietrich gezegd... had mijn vrouw maar één zo'n been. Ik zit in die kleedkamer en opeens klopt die directeur op de deur. Kwartier voor aanvang! Stom zinnetje. Nou, so what, denk ik dan, kwartier voor aanvang. Bovendien, anders beginnen ze hier om 8:15 en nu om 8:30. Dus die directeur die moet al vanaf 8:00 een kwartier worden vastgehouden, want anders zeggen hè, dat... ja, het is allemaal zo betrekkelijk. Ik zeg, wat nou kwartier voor... ja, het publiek. Ik zeg, wat nou publiek? Ja, maar er zijn opnames. Ja, toch zo'n hekel aan om opgenomen te worden. 3 minuten later wordt een contract onder de deur doorgeschoven. Weer 5 minuten later 2 van zulke kerels en die slepen het toneel op. Nou, toen had ik wel weer zin.
Nee, dan begin ik altijd hier, achter het doek, hier. Proost. En opeens had ik dat beeld voor mijn ogen zoals ik vanmiddag wegging. En zoals ik mevrouw achterliep met dat dekbed sensueel over haar naakte lichaam gedrapeerd, zoals ooit in 50-jaren films, toen de keuringscommissie de maker nog dwong te suggereren dat het even tevoren er wild aan toegegaan was. Linkerbeen uitgestrekt, rechterknie opgetrokken, één hand aan het gezicht. Andere vuist in het kruis geklemd, als wilde ze het orgasme van daar even nog vasthouden. Waarom heb ik haar toen ik de deur uitrende niet eerst nog even toegeroepen hoe gelukkig ik met haar was? Omdat ik mezelf de schuldig voel in haar omgeving. Ik zag mijn dochter op een Amerikaans vliegveld betast worden door een veel te dikke Amerikaanse veiligheidsbeambte. Ik zag mijn moeder die door haar verminderd gezichtsvermogen gedwongen wordt om door een vergrootglas naar de televisie te kijken. Zodat het eerder lijkt alsof zij geïnteresseerd is in de gecompliceerde elektronica achter het glas. Dan wat er aan de buitenkant wordt uitgestraald. En waar mijn zoon maar niet genoeg van kan krijgen. Kinderen voor kinderen. Kinderen! Kinderen zingen nooit meer onbegrijpelijke liedjes. Het gaat over intermenselijk verkeer. Of over het cholesterolgehalte van voorgebakken frietjes. Zagen die de wagen, yo ho, doodle, yo, hak, hak. Hoor je niet meer. Tieners rappen onbegrijpelijke liedjes. Ze headbangen hun heavy metal acid house in ecstasy. Simpele sampletjes op monotone melodietjes. Je hoort nooit meer Love Me Do or Please Please Me. Volwassenen zingen nooit meer onbegrijpelijke liedjes of het moet een malende, alleenstaande voordeurdeler zijn. Vroeger wilde de drank nog wel eens helpen of een wietje. Maar ze stopte met roken en deden te veel water bij de wijn. Bejaarden murmelen onbegrijpelijke liedjes. Dat mort en knortje snapt niet wat een schort. Yo ho, doodle, yo, hak, hak, uit een nazietje. Het wordt hoog tijd dat opa ondertiteld wordt. Zuig en blaas. Wijs en dwaas. Knecht en baas. Schilp op haas. Dit liet mij niet onbewogen, dit lied. Ik wil ook wel eens huilen. En als je er dan een accordeon bij speelt, lijkt het al gauw heel wat. Ik begrijp vader Abraham best, beter dan vader Abraham zichzelf. Die denkt alleen, hoe schrijf ik een liedje dat het één oor ingaat en niet mijn neus uitkomt. Sentiment verbindt een mens met zijn oorsprong. Soms heb je van die liedjes die nergens op slaan, omdat die liedjes over, zullen we liedjes maken gaan? Bijvoorbeeld, ik wil voor jou een liedje zingen, als ik woorden had, maar daar die geheel ontbreken, neur je enkel wat. Ik zit op neurotherapie. Ik dreig de neurotisch te worden. Dus mijn neuroloog zei 1,5 uur per dag neurie. En verdomd. Moet u ook eens proberen. Niet nu, maar wanneer ik het aangeef, ja? Wacht, als u wil neurien. Nou, prima. U wou net al meezingen. Laten we maar even neurien met elkaar. Ik zal even het melodietje voor neurien, ja? Ik heb een allochtone therapeut. U had toch niet gedacht dat ik een carnavalsslagertje ging neurien, hè? Nou, laten we maar even proberen met z'n allen, ja? 1, 2. Ja. Dat is prettig, hè? Neurie is lekker anoniem. Bij meezingen heb je al gauw iets van... Maar bij neurie... Laten we het eens even structureel aanpakken. Laten we even beginnen met de heren, ja? Ik wil alleen even de heren... de heren horen neurie, ja? Heren. 1, 2. Prachtig. Heerlijk, heerlijk. Daar komt het woord heerlijk vandaan. Van de heren, van de heren. Heren die neurien, heren. Laat maar lekker vibreren, heren. Laat maar lekker vibreren. Laat maar lekker tussen de balzak en de anus heen en weer, hè.
Alsof je op een oude zundap zit, ja? Laat maar lekker. Heerlijk voor de darmflora, heerlijk, heerlijk. Heren, ik weet genoeg, krijg ik nu even de dames. Ja, dames? Eet, waar u het moet laten vibreren, dat weet ik niet hoor. Laat maar lekker achteruit de baarmoederhals komen, ja? Het moet klinken als een strijkje, ja? Doe maar, dames. 1, 2. Nou, dat jaarlijkse onderzoek is zo gek als iets, hè? Nou, mag je nog één keer de heren. Heren, hoe hebben de dames gekookt vanavond? Het meest dramatisch aan het afnemend gezichtsvermogen van mijn moeder vind ik dat we elkaar niet meer begrijpen door een simpele beweging van de hand of een wenk van de ogen. Hoe langer mensen elkaar kennen, hoe minder woorden er nodig zijn om elkaar te verstaan. Wat dat betreft hebben wij nog een lange weg te gaan, dames en heren. Maar wellicht is alles bedoeld om ons op de proef te stellen. Maybe this is all meant to try us out.